gebaseerd op die aantal kilo's aan belasting. Vrijgeven van 5 klanten voor eigen gebruik? Of? Nee, de SP wil de aanvoer naar coffeeshops legaliseren en de uitgifte van cannabis reguleren. Met andere woorden, meer coffeeshops. Dus waar jij het over hebt, in die gebieden waar geen coffeeshops zijn, ook coffeeshops toelaten. En dat je moet die rol van de gemeente eruit halen met nul optie en wel optie. Ja. Er moet een landelijk beleid komen. Een gezond, landelijk, vooruitstrijdend beleid. Ja, van goede spreiding of heel Nederland. Want als we nou 400 miljoen ophalen van de 660 coffeeshops. En die nou 40% van de markt. Dan heb, als je die andere 60 mensen ook bedient via coffeeshops, komt daar 600 miljoen per jaar binnen. Komt er 1 miljard per jaar binnen, gewoon alleen al met die coffeeshops. Zonder dat je die aanvoer geregeld hebt. En als je dan ook nog duizenden ZZP'ers aan het werk kan zetten om die coffeeshops te voorraden. Met daarin, dan word jij controlerende instantie, dan kan jij er langs, dan kan jij je plan uitvoeren. Maar dan ga je langs al die verschillende, ga ik met mijn 16 collega's praten, waarom verkopen we die mensen al een hele grote loods? En die container stapel je zo op, je gooit er een CO2-patroon in, dus in die kweekveilige kasten. Als er een kortsluiting uitbreekt in een van die, dan doof je dat zelf. Een CO2 vindt de plantjes helemaal niet erg. Ja, en, dat maar ik zou dan niet over, ik zou dan eerder gaan voor een kassysteem en niet voor een container. Dat je dan nog. Ja, maar ja. Hoeveel soldaten gaan om die kas heen laten lopen, Esther? Laten we eerlijk wezen, de criminaliteit viert hoog zijn. Ze stelen gewoon als we kan die kas leeg. Je moet een zekere afgesloten situatie hebben. Dat is dus ook aanhouden. Dat is de realiteit. Er is ook altijd iemand op mijn boerderij in Spanje. Ja. Zeker nu. Maar dat heb ik ook aan de planten fluiten. Twee keer gebeurd, ga je een uurtje weg, zijn je naast de twee planten gepikt. Maar dat heb ik net ook aan die mevrouw Bakker geschetst. Ik zei, het is wel een leuk systeem van het trekt u eigen plant. Maar ik zei van, er is al zoveel verwervingscriminaliteit. Er zijn nu al booby traps in kelders en ik zei, dat gaat niet lukken. Moet je... Nou, maar ik zou wel gewoon mevrouw Bakker vragen. Dus u vindt dat we naar het systeem van België moeten. Met je ene klant, als ze nou zegt ja, zegt, hoe verklaart u dan? Dat we dat moeten doen, want het werkt blijkbaar niet. Want daarom komen al die Belgen massaal de grens over om hier wiet te kopen. Daar hebben we een wietpas. En nou zegt u dat hun systeem werkt, maar waarvoor komen die Belgen dan hier? En dat systeem werkt dus niet. Nee. Wie gaat er nou een lamp op hangen over één plant, dat is natuurlijk niet continuïteit door het hele jaar heen. Ik ben voor een één-lampbeleid. Kijk, want dan willen mijn collega's, in het plan wat ik voor wil stellen, niet meenemen. 1 lamp per persoon tot 2 lampen per huishouden, gewoon stroom betalen. En onder een vergunningstelsel, dat is een visvergunning. Maar dat, als ik daarover begin met die collega's en over waar jij over ging, vragen ja, maar de koffie is op dit en... Nou, oké, dus nou heb ik met Wie Smoke gesproken en die gaan het 1 lamp per persoon met de vergunning. Maximaal 2 lampen en keurig stroom betalen, dan is het probleem toch opgelost. Iedereen die niet vergunning betaalt, niet bij een koffie is aangesloten, is crimineel bezig en kweekt voor de jeugd of voor de export. Ja.